200.000 mensen wonen op 10 minuten fietsen afstand van deze Vroomond Racebaanvestiging. En 500.000 mensen kan met de auto, met de trein, met de bus binnen een kwartiertje hier zijn, als je uit de regio kijkt. En al die mensen die hebben gemerkt dat in de afgelopen jaren het winkelen in Leiden nog niet altijd was meegegroeid met die veranderde Leidse bevolking. De helft van de Leidenaren winkelt ergens anders dan in haar eigen binnenstad. En dat vinden wij jammer als stad. Want we willen graag dat de Leidenaren in hun eigen stad kunnen komen, dat hier alle voorzieningen in orde zijn. En vandaar dat we de komende jaren ontzettend veel investeren, ook in deze binnenstad. Over een ruime maand gaan we de Breestraat helemaal opnieuw inrichten. Met natuursteen, mooie lantaarnen en de verbinding met de Pieterskerkkwartier komt dat tot stand. En over 3 maanden gaan we beginnen met een grote ondergrondse parkeergarage bij de Lammermarkt. Als die dan 2 jaar later af is, is daar een mooi evenementenplein bij Molen de Valk, die ook weer vast zit aan het Singelpark. Het zijn allemaal belangrijke investeringen om het leuker te maken in onze stad en mensen hier naartoe te trekken. En ondanks de komst van internet, hoe we ook gaan winkelen, als je dan naar een stad gaat om te winkelen, dan moet het leuk zijn. Dan moet je daar een lekkere kop koffie kunnen drinken en dan moet het leuk zijn om daar te zijn. Dat vinden wij als overheid, als gemeente, maar dat er ook private partijen zijn die dan investeren. Een Vroomond Raceman die zo uitpakt als zij doet in onze stad, dat is echt heel erg waardevol. En het laat zien dat het kan in Leiden en dat Leiden gewoon een prachtige stad is die natuurlijk de winkels heeft voor haar eigen Leidenaren en de mensen in de directe omgeving van Leiden. We zijn Leiden aardig tot last geweest die afgelopen jaren. En ik wil u dan ook bij deze alle Leidenaren heel hartelijk danken voor uw geduld en uw trouw de afgelopen jaren. Het was geweldig hoe u ons bent blijven bezoeken en hoe u geïnteresseerd was en respect had voor wat we aan het doen waren. En de stofwolken zijn opgetrokken en het resultaat mag er zijn. Een geweldige nieuwe vestiging, de eerste vestiging van de toekomst van V&D, waarin we laten zien dat winkelen weer beleving is, waarin we heel veel passie stoppen. En waar V&D laat zien dat ze het leven leuker, bijzonderder en spannender kunnen maken. U gaat het straks allemaal hier binnen ervaren. Het is namelijk een volledige nieuwe beleving en wel in een oud jasje. En dat oude jasje dat komt veel beter tot zijn recht. De ramen zijn weer open, het trappenhuis, de glas in loodramen. Alles is er weer en we maken er dankbaar gebruik van, want het is zo'n prachtig pand. Ook Laplace heeft hier een geweldige prestatie neergezet en lanceert hier de nieuwe generatie café en restaurant. En daar gaan ze nog een stapje terug naar de basis. Het wordt nog transparanter wat er gebeurt en Laplace laat zien hoe dicht ze bij de natuur staan. En u kunt er de komende tijd van genieten voor een kop koffie, een lunch en zelfs een diner. Want we zijn door de week elke dag tot 9 uur 's avonds hier geopend. En dan wil ik nu graag de man naar voren roepen die dit met zijn team de afgelopen jaren allemaal mogelijk heeft gemaakt. Die onverstoorbaar verder is gegaan tussen het rondvliegende puin door. Jan van der Linden, kom maar naar voren. Dankjewel Sander voor de mooie woorden. Er is heel veel al gezegd vanochtend. Ik wil iedereen, al mijn klanten bedanken dat ze ons trouw zijn gebleven. En dat ze eigenlijk altijd waar ze zijn blijven komen. Dat is fantastisch. Dus iedereen bedankt daarvoor. Ik wil mijn medewerkers bedanken voor de inzet van de afgelopen tijd. En de partners uiteraard die ons meegeholpen hebben. Ik zou zeggen van, ik laat u niet langer wachten. Kom het zien in ons warenhuis. Dankjewel Jan. En dan komt nu eindelijk het moment waar je zo lang op gewacht hebt. De officiële openingshandeling. Jan en Robert, ga je gang. 5, 4, 3, 2, 1. Kan hier echt over de koppen lopen. Het is enorm druk. Heel veel mensen zijn afgekomen op de heropening van Vroomond Racebaan hier aan de Aalmarkt in Leiden.